Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugde Transport. Het is zover. De derby is terug. Rood tegen blauw, oftewel Scherpzeel tegen Valleivogels. De laatste ontmoeting tussen beide ploegen was 4 jaar geleden. De thuisploeg won toen met 4-1 van de bezoekers. Het onderlinge record is als volgt. Valleivogels weer 6 keer te winnen, Scherpzeel 4 keer en 4 keer werd het een gelijkspel. Het belooft dan ook een spannende ontmoeting te worden op Sportpark De Bree Oost. Nadat de rook is opgetrokken kunnen we beginnen aan de wedstrijd. Gelijk volgt een opstootje en de sfeer zit er lekker in. Het is Scherpzeel dat goed begint en hier is het Soufiane Lahmoudji met een goede actie. Hij legt hem terug op de 16, daar is het Arjen van Soest die de trek overhaalt en het is 1-0. Arjen doet een afgesproken kraanvogel. Geweldig begin van de thuisploeg. Dan in de 12e minuut is het Timo Jochessen die goed druk zet. Bal komt terecht bij Soef, die legt hem breed en dan is het Olivier Pilon met de 2-0. Flitsende start van de blauwe die goed uit de startbox schieten. Ineens is er een opvallend moment, als de speler van Valleivogels een bal snoeihard in de dugout van Scherpzeel schiet. De frustratie lijkt een beetje toe te slaan en scheidsrechter Eren probeert orde te creëren. De thuisploeg gaat op jacht naar de 3-0. Hier is het Soufiane die de keeper verrast met een afstandsschot, maar de bal belandt in het zijnet. Na een half uur spelen is het Valleivogels die voor het eerst gevaarlijk wordt. De rooien krijgen een vrije trap. De bal komt voor, maar de scheids fluit voor een overtreding. Ondertussen slaat ook de regen toe op Sportpark De Bree Oost en de supporters zoeken naar een schuilplaats. En ook de camera moet hoog blijven. Ondertussen voetballen we gewoon door en is het hier Murat Marbou die mee opstoomt. Hij speelt Lars den Tij aan, die weet Olivier te vinden en daar is het Soef die scoort bij de tweede paal. Maar de goal gaat niet door. Buitenspel is het oordeel van de grens. Valleivogels is weer op zoek naar de aansluitingstreffer. Voorzet hier is van Freek van Wijk en die belandt op het hoofd van Erik van Eem. De spits van de bezoekers kopt net naast. Dit was de grootste mogelijkheid tot nu toe voor de rooien, die beter in de wedstrijd komen. Vlak voor rust is het de bezoekers met weer een vrije trap. Bal wordt weggekopt en belandt voor de voeten van Remco van der Vliert. Hij haalt uit en een enorm knappe redding van Koen Uitenwaal, die vandaag onder de lat staat. En dan klinkt ook gelijk het rustsignaal op Sportpark De Bree Oost. We zijn inmiddels alweer even bezig aan de tweede helft als de thuisploeg een hoekschop krijgt. De corner levert gevaar op, maar daar blijft het ook bij. Dan, na een uur spelen, is er weer eens een opstootje. Het past bij het typische beeld van een derby. Valleivogels mag aanleggen voor een vrije trap. En in de kluts wordt het een corner voor de bezoekers, die de tweede helft een stuk beter zijn begonnen dan de thuisploeg. Corné Davelaar aan de bal. Een foutje van de invaller die hier balverlies leidt en dan is het Rick Vermeij die er vandoor gaat. 1-op-1 met Koen blijft hij rustig en zo doet Valleivogels wel terug. 2-1 en de rooien zijn weer terug in de wedstrijd. Scherpzeel zou uit een ander vaatje moeten tappen, want de tweede helft lijkt vooralsnog nergens op. Mark de Graaf zet goed druk. Hij verovert de bal en begint aan een solo. Mark mag ver komen, gaat zelfs de 16 in en naar de grond. Het publiek schreeuwt om een penalty en de scheids gaat daar niet in mee. Valleivogels zet nog een keer aan. Kopbal van invaller Jesper Schipper levert gevaar op. Alleen Dani Molhoek kan er net niet bij. De bezoekers krijgen hun kansen wel, maar weten dat nog niet te verzilveren in een doelpunt. Ilias hier in de blessuretijd met een geweldige steekpaas op Olivier. Die gaat langs de keeper. En rondaf. De vlag gaat echter omhoog en dus gaat de goal niet door. Even later is het dan alsnog raak voor Scherpzeel. Arwen is het die zijn tweede van de middag maakt en de wedstrijd in het slot gooit. 3-1 voor de blauwe en de scheids sluit direct af. Een mooie derby die door de thuisploeg winnend wordt afgesloten. Volgende week gaat Scherpzeel op bezoek bij Hooglandveen voor het laatste bekerduel.